kun je je niet aanmelden bij je Microsoft-account of niet je wachtwoord opnieuw instellen. Als je niet verificatie in twee stappen hebt ingesteld, dan kun je je account als volgt herstellen. Ga naar akns/account-recovery. Voer het account in dat je wilt herstellen. Neem in acht dat als je je meer dan een jaar niet meer bij je account hebt aangemeld, de e-mails en bestanden die aan dat account gekoppeld zijn niet hersteld kunnen worden. Inactieve accounts verlopen na 2 jaar. Voer een e-mailadres in waar je toegang tot hebt. Voer vervolgens de captcha in. Selecteer volgende. We verzenden een code naar het door jou verstrekte e-mailadres. Voer de code in en selecteer bevestigen. Voer vervolgens je gegevens in, zodat we kunnen nagaan of jij het ook wel bent. Enkele tips om je account te herstellen. 1. Verzamel voordat je begint gegevens over je account. Dit zijn onder andere contactpersonen en exacte onderwerpregels voor Outlook of Hotmail accounts, de hardware ID van je console voor Xbox accounts of je Skype ID en namen van contactpersonen voor Skype accounts. 2. Probeer te denken aan het moment dat je je account gemaakt of voor het laatst gebruikt hebt. Je gegevens zullen dit waarschijnlijk weerspiegelen. 3. Beantwoord deze vragen vanaf een bekend apparaat en bekende locatie. En 4. Voer zoveel mogelijk gegevens in. Je mag hierbij ook raden. Verkeerde antwoorden worden je niet aangerekend. Nadat je de vragen hebt beantwoord, selecteer je volgende. Je aanvraag is verzonden. Meestal reageren we binnen 24 uur. Na goedkeuring ontvang je een link om je wachtwoord opnieuw mee in te stellen. Als je aanvraag afgewezen wordt, informeren we je hierover via e-mail. Je kunt maximaal 2 keer per dag opnieuw proberen je account te herstellen. Misschien herinner je je weer iets, dat kan helpen te verifiëren wie je bent. Neem in acht dat, om de beveiliging van je account te garanderen, Microsoft geen toegang tot je account kan verkrijgen of kan helpen bij het herstellen hiervan en ook niemand anders toegang tot je account kan verkrijgen. Je gegevens blijven dus veilig. Als je je account uiteindelijk niet kunt herstellen, kun je een nieuwe account maken op accountmicrosoft.com. Meer hulp nodig? Ga naar supportmicrosoft.com/account.